We zijn geëindigd bij de laatste wijn van het wijnarrangement. We hebben gekozen voor een droge stijl witte wijn. Zelf in het restaurant houden we niet van te veel zoete wijnen, dus dan willen we op een wat frissere toon eindigen. Hebben we een wijn gekozen uit de Alsace. Deze is gemaakt door de Dijs-familie en hij is gemaakt van 3 verschillende druiven. Pinot Blanc en Pinot Gris en ook een rode druif Pinot Noir. Deze hebben ze samen toegevoegd in voeders, hele grote houten tanken. En daar hebben ze de wijn van gemaakt. Je krijgt eigenlijk in de noten en de tonen van de wijn hele mooie amandelschijven die naar voren komen. Wat lekker werkt met dat amandel in het dessert. Een beetje rood fruit, wat dan weer heel lekker past bij de aardbeien in dat gerechtje. Ook al is het een witte wijn, komt dat rode fruit van de Pinot Noir. En ook op het palet zie je een heel duidelijk groenig onderkarakter wat er naar voren komt. Goede fijne zuren die de vettigheid snijden in het dessert. Het over het algemeen heel erg mooi en lang laten maken het dessert. Nou, daarmee eindigen we voor jullie het wijnarrangement. En als jullie nog wat over hebben in de flesjes, geniet ervan.